Directie, Philip Morris en vakbonden staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Stemmen voor Europees Parlement of toch thuis blijven? En Leger des Heils helpt mensen uit lastige woonsituaties. Zeeland nu. Koen Teuwis. Goedenavond. De directie van Philip Morris en de vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar. De vakbonden bereiden acties voor. Ze zijn niet tevreden over het sociaal plan. De directie op haar beurt vindt het standpunt van de bonden onredelijk. Na de zomer gaat de fabriek grotendeels dicht en dat betekent einde verhaal voor 1200 medewerkers. Een kwart daarvan is Zeeuw. In een oud Vossemeer op Tolen staat collega Ariane Lafort. Ja, Ariane, bij jou daar wonen veel mensen die bij Philip Morris werken. Hoe beleven zij deze tijd? Ja, duidelijk is toch wel dat de sfeer natuurlijk op dit moment een stuk grimmiger aan het worden is. Met de directie en de vakbonden die elkaar toch over en weer verwijten maken. Ik sprak hier in Oud-Vossemeer met een werknemer van Philip Morris. Hij was gisteren bij 3 grote actiebijeenkomsten van de vakbonden. En hij vertelt wat daar precies gebeurd is. Wij zijn gisteren met 1000 man geïnformeerd door de bonden. En we vinden allemaal dat het te mager is. Dus wij hebben de bonden gevraagd, willen jullie actie voorbereiden voor ons? Wij hebben het niet gevraagd. We waren serieus nog aan de slag. We maken een hoop winst in Bergen-op-Zoom. En we worden van de een op de andere dag in een tent geroepen. Ze zeggen tegen ons van, jullie zitten zonder werk. Dus ja, er moet ook iets tegenover staan, vinden wij. Ja, nou was er vandaag ook een gesprek tussen de gemeente Bergen-op-Zoom, Tolen en Rijmerswaal over deze kwestie. Wat is daar uitgekomen? Ja, er zaten meer gemeenten die zaten daarbij. Kijk, insteek is dat die gemeenten de handen ineen hebben geslagen en vragen samen met de provincie Noord-Brabant en Zeeland aan Den Haag en aan Brussel om een financiële injectie in de regio. Die door zo'n massa-ontslag van 1200 banen zwaar getroffen is. Het gaat niet alleen over 1200 directe banen, maar ook over andere banen. De schoonmaakbedrijven, de bewaking, de bakker, alles wat ermee samenhangt. Ik sprak vandaag ook met wethouder Frank Hommel, wethouder Economische Zaken van de gemeente Tolen. En ik vroeg hem van, hoe staat het daar nou mee? Want er worden stappen gemaakt. Je ziet dat het, en daar was de regio heel lang en mooi van geprofiteerd met bedrijven als Philip Morris. Grote bedrijven die hebben veel werkgelegenheid. Maar gebeurt er iets mee, dan heb je ook een probleem in de regio. Nou, hoe kun je dat beter doen? Dan moet je gaan investeren in het MKB-bedrijf. Maar dat betekent ook weer een ander. Midden- en kleinbedrijf? Midden- en kleinbedrijf. Dat betekent ook weer een andere infrastructuur moet je hebben. En daar heb je ook subsidie en medewerking vanuit het ministerie en vanuit Brussel nodig. Heeft u een strijdplan opgesteld? We hebben als gemeenten samen met de provincies daar ook een strijdplan voor opgesteld hoe dat we dat willen gaan doen. Ja, Ariane, deze wethouder klinkt optimistisch, realistisch. Hoe komt dat? Nou ja, er wordt natuurlijk, zoals we al zeiden, gesteggeld over dat sociaal plan. Hè? Die vertrekpremie voor werknemers die er straks uit moeten. En die gebaseerd is op het leeftijd, aantal jaren dat je bij Philip Morris hebt gewerkt. Maar ondertussen, nu de ergste kruiddampen zijn neergeslagen, merk je volgens de wethouder dat verschillende werknemers toch al zelf benaderd worden door bedrijven. Van nou, als je straks je werk kwijt bent, kom dan naar ons. En dat mensen zelf ook al bezig zijn en toch ook wel toekomstmogelijkheden voor zichzelf zitten. Dus dat de allereerste wanhoop dat die toch een beetje aan het wegzakken is. We spraken dus met die werknemer die we zojuist ook al zagen. Die is zelf 55 jaar en we vroegen hem hoe optimistisch hij is over zijn toekomst. Ik heb een aantal collega's die zijn 30. Die kunnen komen waar ze willen. Die hebben nu al 6-7 gesprekken gehad. Die kunnen de bedrijven uitkiezen. Zeg maar. Voor ons wordt het wel lastiger, denk ik. Maar u heeft wel een technische achtergrond, hè? Dus je zou zeggen dat biedt perspectief. Ja, ik heb een technische achtergrond en ik heb 2 jaar geleden heb ik nog een volledige opleiding niveau 4 afgerond. En ik zit 40 jaar in het vak, dus ik hoop nog voor iemand 10 jaar eigenlijk van dienst te kunnen zijn, zeg maar, met mijn dingen die ik kan. Ja, Ariane, nou zijn er ook plannen om met de directie van Philip Morris in Zwitserland te gaan praten, om eventueel sluiting te voorkomen. Heeft dat kans van slagen? Ja, dat is het op dit moment natuurlijk nog niet te zeggen. Dat gesprek gaat er wel komen, begrijp ik van verschillende kanten vandaag. Dat met vanuit de directie van Philip Morris Nederland gesproken gaat worden met de directie van Philip Morris wereldwijd. Die in Zwitserland zetels. En dat dan toch ook de sluiting van Bergen-op-Zoom toch ter tafel komt. Dus het is duidelijk nog geen gelopen race. Ariane Lafort vanuit Oud-Vossemeer, dankjewel.
voor, tegen of minder Europa? De aanloop naar de Europese verkiezingen is vooral gedomineerd door die drie punten. En vandaag was het zover om uit een woud van partijen een keuze te maken. Hoewel de verwachte opkomst lager lag dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, was het weer goed en hadden de mensen op de stembureaus er zin in. In Kwaadendamme had, zoals altijd, dorpshuis De Burgt vanmorgen zijn deuren weer geopend voor stemgerechtigden. De mensen die het stembureau bemanden waren begonnen om 7 uur en gaan tot vanavond laat door. Maar met goede zin. We zijn niet ontevreden. Nee. Het is nog best aardig gelopen vanmorgen. Niet anders dan bij andere verkiezingen. Niet rustiger. Niet rustiger, kunnen we nog niet zeggen. Nee. Het potlood was weer rood en de stembus groot. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Toch voelt stemmen voor Europa niet hetzelfde. Dankjewel. Alsjeblieft. Europa vind ik anders. Ja, waarom? Ja, andere mensen. Mensen die je eigenlijk niet zo kent, hè. Nee, dus dan ga je meer voor de partij eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. En er was nog iets anders. In Kwaadendamme kon 2 keer worden gestemd. Ja, voor de mossen doe ik momenteel verkiezingsonderzoek. De uitslag wordt gebruikt voor de verkiezingsprognose van vanavond. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het moeilijk om uw stem te bepalen? Wel, nee. Nee? Je weet op wie je stemmen wil, hè? Ja. En je staat op het lijstje, dus je vult het in en klaar ben. In het stadhuis in Axel kon ook worden gestemd. Ook hier een tevreden voorzitter. We hebben tot nu toe 184 personen van de 1441 die bij ons zouden kunnen komen. En is dat goed of slecht? Wij zijn tevreden. Ja? Ja. Als het zo doorgaat, wordt er een goed percentage gehaald? Als het zo blijft wel, denk ik. Even een vraagje. Was het moeilijk om de keuze te bepalen? Nee, voor mij niet. Nee? Nee hoor, helemaal niet. Nog getwijfeld of u zou gaan voor Europa? Nee, want volgens mij is Europa belangrijker dan Nederland op zich. Maar niet overal in Axel blije gezichten over Europa. Gaat u stemmen vandaag? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, ik weet eigenlijk niet op wie of wat. Nee, kijk, ik zie het niet zitten. Nee. Vorige keer wel geweest in maart? Vorige keer ben ik wel geweest en het is allemaal niet uitgekomen waar ik op gestemd had. Dus ik heb er nou eventjes geen zin in. Even tabak van? Ja. Ik woon in Zuid-Afrika op het moment. Zuid-Afrika? Ja. Ja, dat is geen Europa. Geen Europa. En u meneer, gaat u nog stemmen? Nee. Geen interesse ook? Echt niet. Maar u woont in Axel hier? Ik woon. Oh, die auto gaat weg. Ik woon in Axel, maar ik kan nog nooit van zijn leven tussen stemmen. Ook niet voor de gemeente? Niks? Oké. Okay. Want ik denk maar altijd zo, je bent verdonderd vooruit weet. Ja, veel Zeeuwen zullen zich wellicht herkennen in de laatste sprekers. Want uit een nieuw panelonderzoek van Eén Vandaag en Omroep Zeeland blijkt dat de Zeeuwen het meest kritisch zijn op Europa van alle Nederlanders. Landelijk pleit 62% van de ondervraagden voor minder bevoegdheden voor Europa. In Zeeland is dat 79%. Dan vindt 41% van de Nederlanders de EU slecht voor de economie. En maar liefst 53% van de Zeeuwen. Ja, en heeft u of gaat u stemmen? Het is de vraag vandaag in de dagelijkse stemming op onze website. Ja, zegt een ruime meerderheid, bijna 3/4. De rest zegt niet te gaan stemmen. En nu maar afwachten hoe het echte opkomstpercentage zal zijn. Het Admiraal de Ruiter ziekenhuis gaat op zoek naar andere locaties voor een nieuw ziekenhuis. Al jaren wordt de Mortieren genoemd als nieuwe plek, onder de rook van Middelburg, maar op Vlissings grondgebied. En nu wordt er ook elders op Walcheren gekeken. De gemeenteraad van Vlissingen wil eerst laten onderzoeken of renovatie van het bestaande ziekenhuis aan de Koudekerkseweg in Vlissingen een goede optie is. Het ADRZ vreest dat de nieuwbouwplannen hierdoor vertraging oplopen, dat het nieuwe ziekenhuis er in 2017 nog niet staat. En dat was wel de voorwaarde om op de Mortieren te kunnen bouwen. Nu die plannen dus niet gehaald worden, gaat het ADRZ op zoek naar locaties buiten Vlissings grondgebied. Het leger des Heils in Terneuzen krijgt meer woningen tot zijn beschikking voor probleemgevallen. Daarin kunnen mensen worden ondergebracht die door huurachterstand of overlast zelf niet meer mogen huren. De huizen worden beschikbaar gesteld door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Een van die probleemgevallen is het echtpaar Buitendijk. Ze werden uit huis gezet vanwege een grote huurachterstand en kwamen in een garagebox terecht. Vanwege de nieuwe afspraken tussen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en het leger des Heils zitten ze nu toch weer in een huurhuis.
We wilden bij het echtpaar langs om te vragen hoe het met ze gaat. Nou, ze willen niet meer terugblikken, hebben hun rust gevonden, maar het gaat goed met ze. Het leger zelfs heeft een huis voor ze gevonden. En dat wordt nu iets makkelijker voor het leger zelfs, omdat ze zelf woningen mogen huren bij woongoed voor mensen die nergens meer terecht kunnen. We hadden de situatie dat het erg lastig was om mensen die nergens meer terecht kunnen en dan uiteindelijk bij het leger Hels terechtkomen, eigenlijk als het afvoerputje van de maatschappij, om die uiteindelijk weer in een regulier leven in een woning terecht te krijgen. Daar is nu door een nieuwe manier van werken een opening ingekomen. Het leger Hels huurt in die gevallen zelf een woning bij de woningbouwvereniging. In wijken waarin we denken van nou, daar kan dat. Iemand die ik niet naast me zou willen hebben, die gaan wij ook niet aanmelden. Natuurlijk moeten het mensen zijn die als een goede buur kunnen wonen en die met begeleiding op een fijne manier kunnen bijdragen aan de wijk. Wim is op deze manier ook aan een woning gekomen. In alle gevallen wordt de buurt niet op de hoogte gebracht, omdat iedereen een kans verdient zonder vooroordelen terug te keren in de maatschappij. De buurt is dus niet op de hoogte van Wims verleden en daarom is hij onherkenbaar in beeld gebracht. Ik woonde illegaal in België, in een bos, in een caravan. En ik kreeg op een bepaald moment grijze staar en ik kon niks meer zien. En ik kon niet meer voor mezelf zorgen, omdat ik niks meer zag. En toen ben ik bij het leger gekomen en die hebben mij met alles goed geholpen. Ook met mijn woning. Ik kan weer zelfstandig wonen, ik kan weer doen en laten wat ik zelf graag wil. En dat noem ik ook mijn eigen vrijheid terug. Wim krijgt nog begeleiding om te zorgen dat hij niet terugvalt in zijn oude situatie. Als alles goed blijft gaan, wordt hij zelf officieel huurder van het huis in plaats van het leger des Heils. Ja, bouwen aan een nieuwe toekomst. Zometeen nog aandacht voor de eindexamens. Want wat als je niet lang kunt zitten, dan doe je toch gewoon staand examen? En het is weer voorjaar, deze dekhengst werkt zich in het zweet. De rechtszaak tegen twee verdachten van een gewelddadige woningoverval in Nieuw-Haemstede is uitgesteld. De zaak zou vandaag behandeld worden, maar de rechtbank wil het slachtoffer en de verdachte nog horen. Half december vorig jaar wordt er rond 8:30 s'avonds aangebeld bij de woning van een 63-jarige man in Nieuw-Haemstede. Een vrouw vraagt om hulp. Direct daarop wordt de bewoner aangevallen door een man. Het slachtoffer wordt vastgebonden en nadat de overvallers hem zijn pincode hebben ontfutseld, laten ze hem achter. Pas uren later weet de gewonde man de politie te bellen. De daders hebben dan al 5 keer gepind en in totaal €1.450 buit gemaakt. In januari laat de politie beelden van een van de overvallers zien, in opsporing verzocht. Dat levert veel tips op. En in februari worden een 32-jarige man en een 23-jarige vrouw opgepakt in Vlaardingen. Het OM zegt overtuigend bewijs tegen hen te hebben. Het DNA van de man is gevonden op het materiaal waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Er is nog geen datum geprikt voor het vervolg van de rechtszaak. De Four Freedoms Awards zaterdag worden ze voor de 33ste keer uitgereikt. Het aantal vrouwen dat wordt voorgedragen voor de prijs neemt toe de laatste jaren. En er zijn steeds minder laureaten uit de Verenigde Staten en Europa. De Four Freedoms Awards worden zaterdag opnieuw uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Onder de 4 laureaten zijn 3 vrouwen. En dat is opmerkelijk wanneer je kijkt naar het aantal vrouwen dat door de jaren heen voor een medaille is voorgedragen. In de jaren 80 werd niet ieder jaar een vrouw naar voren geschoven. En als dat wel gebeurde, bleef hun aantal beperkt tot 1 of bij hoge uitzondering 2. De jaren 90 laten eigenlijk hetzelfde beeld zien. Pas vanaf het einde van de jaren 90 is er wel ieder jaar een vrouw bij. Maar pas in 2014 zijn dat er 3. Een record. Het is niet bewust dat we nu zeggen van we moeten vrouwen hebben. Maar wat je ziet is dat ontzettend veel vrouwen in de wereld, dat die actief zijn en bijdragen aan vrede en aan de vrijheden. En dat maakt dat vrouwen ook opvallen. En je ziet nu ook dat de laureaten man, vrouw zijn, jong en oud en uit allerlei delen van de wereld komen. Dat de laureaten door de jaren heen uit alle delen van de wereld afkomstig zijn, dat klopt. Maar er zijn wel duidelijke verschuivingen. In de jaren 80 werden er nauwelijks mensen van buiten Europa en Noord-Amerika voorgedragen. Pas vanaf 1992 meldt zich bij iedere editie van de Four Freedoms Awards een laureaat uit Azië, Afrika of Latijns-Amerika. Vanaf 2002 neemt het aantal niet-westerse laureaten toe, met vooral een uitschieter in 2012.
Toen waren alle 5 de prijswinnaars afkomstig uit landen buiten Europa of Noord-Amerika. Dit jaar zijn er 4 laureaten en ook zij zijn alle afkomstig uit niet-westerse landen. De wereld is ook kleiner geworden. In die zin dat wij ook via de media en via social media, wij weten heel snel wat er op onze aardbol gebeurt in allerlei delen en continenten van de wereld. Dat zou ertoe hebben kunnen bijgedragen dat we ook soms bijzondere mensen ontdekken, zien, waarvan we zeggen dat zijn inspiratiebronnen voor velen van ons. En het zou heel goed kunnen dat dat ook een rol heeft gespeeld. Tot slot nog een feitje voor de echte statistici. Er is nog nooit een Belg voorgedragen voor een Four Freedoms Award. Wat niet is, kan komen. Ja, de hoogste tijd wat mij betreft. Ze zijn bijna voorbij. De eindexamens, behalve urenlang boven de boeken hangen om te studeren, moet je tijdens het examen zelf 3 uur achtereen kunnen zitten. En dat is onmogelijk als je net een hernia hebt gehad. Anne Fleur den Engelsman uit Goes doet haar eindexamen VWO daarom gedeeltelijk aan een staattafel. Donderdagmiddag 12 uur. Het eindexamen aardrijkskunde is afgelopen. Maar in de zaal zitten nog 2 leerlingen hard te werken. Zij krijgen een half uurtje extra de tijd. Ik heb een hernia gehad en heel erg veel moeite met langdurig zitten. En heb daardoor van mijn revalidatiearts een medische verklaring gekregen. Omdat ik me niet meer zo lang kan ontspannen en zo lang kan concentreren. En dus af en toe ga staan en nog even een stukje lopen. En daardoor is die tijdverlening wel van belang voor mij. De extra tijd helpt wel, maar toch blijft het een hele klus. Zeker als je 2 vakken op 1 dag hebt. 2 examens duurt gewoon zo lang dat het echt wel heel erg veel pijn doet. En ik denk dat iemand die geen last van zijn rug heeft, ook na 2 examens van 3 uur, en in mijn geval dus 3,5 uur per keer, ook last krijgt van zijn rug. Vanmiddag nog Engels. Daarna zijn de eindexamens voorbij. En dan? Op de bank liggen. Echt op de bank liggen. Eindelijk allemaal gewoon even relaxed. Want je bent zo gespannen de hele tijd. Ook al denk je, oké, het valt wel mee. Sommige vakken die goed gaan. Maar je slaapt toch minder lekker. In ieder geval, ik ben echt best wel moe. Dus ik ga gewoon lekker op de bank liggen. En dan lekker, ja, gewoon naar bed. En meer over de eindexamens vindt u op onze website omroepzeeland.nl. Daar vindt u alle reportages die we maakten over verschillende examenkandidaten. En dan nu het weer van vandaag en morgen. Na een zachte nacht met minima van 14 graden begon de dag met zon en enkele wolkenvelden. En na het middaguur trok vanuit België een eerste bui binnen. Vanavond kan er ook nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Morgen begint met wolkenvelden. Vanuit het zuiden klaart het verder op. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 19 of 20 graden. Lentekriebels. Niet alleen mensen hebben er last van, ook de dieren doen eraan mee. En daarom zijn het drukke tijden voor Zeeuwse trekpaardenfokkers. Dit is de 6-jarige Bienvenu. Vandaag heeft hij een date met Sabine. Niet zijn enige afspraakje deze periode. Merries zijn namelijk het vruchtbaarst van april tot augustus. André de Buk uit Oostkapelle heeft 6 dekhengsten en heeft het er dus maar druk mee. Hele dagen bezig zijn met de paarden, met de hengsten. Sperma bestellen, sperma onderzoeken, noem maar op. Contacten leggen met merriehouders, afspraken maken wanneer we langskomen en dergelijke. Vandaag gaat Bienvenu op visite. Maar het komt ook voor dat merries bij hem logeren of kunstmatig geïnsemineerd worden. Toch wordt er meestal gekozen voor een natuurlijke dekking. En daarover gesproken, Bienvenu heeft er zo te horen zin in. Dat is ook nog een beetje een mentaliteitskwestie, met name bij de trekpaarden. Zeggen, ah, dat is leuk, natuurlijk dekken, we zien alles en we weten dat je goede hengsten hebt. Dat is voor ons service belangrijk. Bienvenu is populair bij de vrouwen. Hij heeft 3 à 4 dates in de week en dat kost zo'n €350. Inmiddels is het dekhengst niet meer te houden, dus halen jonge kinderen nu bij de televisie vandaan. Het is overigens niet de eerste keer dat Bienvenu en Sabine elkaar ontmoeten. Maandag hadden ze ook al een date die zeer succesvol leek. Maandag was ze prachtig hengsten en liet ze er heel goed dekken. Vanavond was het al minder en sloeg ze af, zoals wij dat zeggen. Dus dan is een teken dat het wel goed zit. Na 18 dagen weten we het zeker, dan wordt Sabine gescand bij de dierenarts. En mocht ze dan toch niet in blijde verwachting zijn, dan komt Bienvenu graag nog een keertje langs.
Nou, afwachten dus. Tot zover het nieuws. Zometeen natuurlijk weer een aflevering van de Zeeuwse Top 40. Op weg naar de lijst der muzieklijsten in onze provincie komende Hemelvaart. Veel plezier daarbij. Fijne avond. Heeft u tips? Bel ons of mail.